Hallo mensen van mijn kanaal, welkom terug bij Prison Architect, hier op mijn kanaal. Oké, goed, wat we het volgende gaan doen, is hier zelf een hartstikke mooi muurtje, hier een hartstikke mooi muurtje, want we waren nog niet klaar, we moesten nog een buitenspeelplaats ding, nou speelplaats vind ik niet mooi, dat is geen mooi woord voor een gevangenis, een speelplaats. We moesten in ieder geval nog gewoon de luchtplaats maken, maar speelplaats is wel op zich wel grappig woord. Als we tegen een gevangene gaan zeggen, jij gaat even naar de luchtplaats doen, nou, ik denk niet dat hij dan vrolijk is, maar als zou je gewoon tegen een gevangene zeggen, jij mag even naar de speelplaats, ja, dat is mijn meest hoge stem die ik kan forceren. Voor de rest moet ik heel veel voice cracks hebben waar ik best wel veel last van heb op zich, dus goed, dan wordt dat de luchtplaats en dan moeten wij nog 2 koks, 2 bewakers aannemen. Zo. En dan kunnen wij ook meteen een directeur aannemen. En dan moeten wij natuurlijk hem even een kantoortje geven. Geven wij hem een office. Goed, Engels vertaald, jongens. Klasse. Plaatsen wij even een paar kantoortjes. Hier zo. En hier. En hier, zo, plaatsen we 3 kantoortjes, moet genoeg zijn. Alleen er wordt meteen brik en wij hebben een kartonnen. Er wordt meteen brik en wij moeten kartonnen hebben natuurlijk. Goed. Nou, dat hek is bijna af. Dan krijgen wij, als het goed is, van de overheid 10.000 euro. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Kijk eens aan. En de directeur die is helemaal hopeloos voor jongens. Ik heb geen kantoor, wat moet ik doen? Ik ben hier niet op voorbereid. Zo zit die man een beetje. Ah, kijk, die man had even de deur uit zijn broekzak. Hartstikke mooi. Want ja, kijk, ik heb ook altijd een deur bij me. Hè? Zonder een deur in je broekzak kom je nergens in het leven. Of zo. Zijn jullie zeker die laatste 2 hekjes die zijn al niet vergeten, hè? Ah, kijk. Zo hebben we daar even inkoop op gedaan. En dan maak ik dit meteen. Als het goed is, gaat het. Ja, dat gaat van de prijs af. Als ze die muur eerst bouwen, dan gaat het van mijn prijs af en dan kan ik de gaas een muur installeren. Laat maar. Dat was een leuke theorie, maar ik weet het niet. Maar goed. Maar nou betaal ik eigenlijk voor een muur die ik niet nodig heb. Die stenen muurtjes, daar betaal ik nu eigenlijk voor. Ja, en dat moet eigenlijk niet. Maar goed, de directeur die heeft in ieder geval zometeen zo'n kantoortje. Ja, hij heeft een kantoortje. Dus dan kunnen wij ook dingen gaan onderzoeken. Goed. Een foto. En is er wel lekker van zijn pakje koffie te genieten hoor. Ik geef hem groot gelijk. Nou, oké. Is die luchtplaats zo af? Achter tenminste 1 deur. Jongens! Jullie snappen toch ook wel dat als je hier een hek moet en hier een hek, dat daar ook een hek moet. En het geld hebben we er wel voor, hoor. Idioten. Nou, goed. Moeten wij even een elektriciteitskast aanschaffen. Hartstikke mooi. Zo. Moeten wij een watercentrale aanschaffen, hartstikke mooi. Moeten wij een warm waterpijp aanschaffen, minder mooi. Goed, dan moeten wij hier een grote pijp die we even zo laten lopen. En dan moeten wij een warm waterpijp hier doorheen laten lopen. Even hier voor het putje. Hier voor het putje. Zo.
Ja, ik snap dat jullie warmte nodig hebben. Monsterlijke pingwins dat jullie zijn. Oh nee, pingwins die leven in de kou. Stelletje. Ja, ik kan even niks bedenken. Ik ben niet de professionele belediger, hè. Dat moet je weten. Nou, goed, chill. Dan hebben wij dus dit. En dan moeten wij elektriciteit even aanleggen. Deze kan heel simpel zo. Dan connect die met die. Die kan zo. Dan connect die met die. Dan moeten wij de elektriciteit hierin laten lopen. Ja. Ja, het is even een groot gepuzzel met die elektriciteit hoor. Dat kan heel makkelijk, maar ik doe dat moeilijk over omdat het moeilijk doen leuk is. Show. Dan moet hier natuurlijk ook een waterleiding. Geen warm water neem ik aan. Nee. Dat moet gewoon een leiding zijn. Dus dan laten wij hier een pijp lopen. Zo. En dan zo. En dan moeten wij natuurlijk cellen hebben zometeen. Maar eerst wil ik even, daarom, ik wil eerst de hele gevangenis gebouwd hebben. Dan moeten wij natuurlijk ook een personeelskamer hebben. En laten wij die dan toevallig hier kunnen bouwen. Gewoon zo. Is dit de personeelskamer of doet die in de eisen? Personeels. Ik voel me bij dit soort dingen altijd zo blind. Oh hier. Personeelskamer 4x4. Is dit 4x4? Ja, vast. Zo. Is dit goed? Ja. Goed, dan moeten we even hier een personeelsdeurtje in rammen. Kijk, zo. En dan moeten wij hier een brede bank in. En een drinkautomaatje mag er 2, want 500 euro is niks natuurlijk. Voor 500 euro kan ik een hele hoop nieuwe games kopen die ik voor jullie kan spelen, maar hè. Nee joh, 2 drinkautomaten, waarom ook niet? Goed, als je trouwens nog iets van tips hebt of zo, laat ze even weten in de comments. Natuurlijk lees ik jullie comments, alleen ik reageer er tegenwoordig iets minder op. Maar dat betekent niet dat ik ze niet lees. Goed. Is die wapen er al waterpijp goed aangesloten? Wat nou niet? Wat nou weer? Het is geen route. Voor mij wel hoor. Dit ook, er is geen route. Dit is hartstikke goed een route, man. Nou, hè. Waarom werkt die waterleiding nou weer niet dan? Waar moet ik hem dan? Nee, ik probeer een pijp te installeren. Hoe werkt warm water dan? Waterboiler. Oh, die moet op mijn waterboiler worden aangesloten. Aansluiting op water, oké, zo. Ah, kijk. Werkt dat zo? Geen idee. Werkt dat zo? Ik snap ook niet waarom al dat water niet werkt. We hebben echt per se warm water. Ah, kijk. Nou doet hij het. En waarom doe jij het nou weer niet? Dan ga je al moeilijk lopen doen, wc. De wc doet moeilijk. Oh, die. Jullie snappen toch ook wel dat als ik daar één grote lange lijn aan buizen aanleg, dat je het laatste stukje, dan heb je het verstand er nog wel voor. Dan snap ik dat stukje ook veel. Nou, waarschijnlijk niet. Ik denk dat ik ze iets hoog inschat. Oké, goed. Nou. Ja, quickbult. Gaan we scherzen. Wow. Die zo. Oké, zo. Is eerst wel genoeg, gok ik.
gok ik hoor. Ik heb geen verstand van de hele gok ik situatie. Team, gok het. Oké, dan komt hier een muur. Hartstikke mooi. Maar ik wil graag een betonnen muur hebben. Lever even... Nee, jongens. Ik wil dat een muur. Ik wil een betonnen muur. Dank u. Dank u, Sjöne. Komt hier de beton dan langs? Nee? Pittig jammer. Oké, goed. We hebben dus nu de bewakers. We hebben nu een paar cellen bijna. We hebben bijna de cellen. En dan moeten we daar natuurlijk wel water heen laten lopen. En als ik nou even aardig ben, ben ik aardig. Ik ben aardig. Geef ik ze allemaal hun eigen telefoonhokje. Nou, aardiger kan ik niet wezen vandaag hoor. Vooral als je huiswerk hebt, dan is aardiger zijn een stuk moeilijker dan je denkt. Nee, oh, grapje. Ik ben altijd aardig. Ik ben heel vaak aardig, heel vaak. Maar soms moet je me niet uitlokken, want dan heb ik even geen zin in je. En als je dan de hele tijd achter me aan loopt te snuffelen. Als een van een hond. Nee, dank u. Goed. Dus dat is aangesloten. Dat wordt aangesloten. Voor de rest, wat hebben wij nodig? Exportgoederen. Ik heb ook geen idee hoe lang ik eigenlijk al aan het opnemen ben. Goede voorbereiding dit. Nou ja, goed hè. Ik ga wel door anders tot, laat is het nu. Ik ga wel door tot 11:60. Yes, 11:60. Goed. Nou, en anders is een iets langere video. Daar moet je ook van kunnen genieten. Hier moet de waterleiding lopen. Oké. Nou, loop hier de waterleiding. Hartstikke mooi. Nee, dat is een warme waterleiding. Ik moet geen warme... Zo, oké, hier. Oké, we kunnen nu al 9 gevangenen kwijt. Laten we maar gewoon even toestroom. Veel toe 9. Total prisoners, ik wil er 9. Ja, dan doen we in totaal gewoon 9. Oké, goed. Ik hoop niet dat ik veel last heb van die gevangenen, anders zijn ze er zo uit. Maar jammer genoeg is dat geen optie in de game. Goed. Laat ik nog 1 bewaker aannemen. Oké, wat dan? Eenzame opsluiting is ook nog niet eens zo verkeerd. Quick build. Gaan we voor. Solitary. Show. Oké, goed. We zijn weer officieel blut. Oké, we hebben nog redelijk veel geld. Alleen we moeten nu snel die muren vervangen. En hij moet weer even zelf opslaan, vind ik ook geen probleem. Hup. Oké, goed. Nu komen we als het goed is gevangenen aan in een busje. Wat busje? Hier is het busje. Goed. Dan wordt die als het goed is hier afgeleverd. En dan moeten we even een goed hek bouwen. Want als ze op de weg zijn, dan hebben we een probleem. Wij hier even een goed hek bouwen. Want een goed hek is belangrijk. We moeten eigenlijk gewoon een muur bouwen. Eigenlijk moeten we gewoon even de Donald Trump van de gevangenis zijn. We willen gewoon even een goed hek bouwen. Want als we geen hek hebben, want met een hek, dan kunnen wij de mensen die niet weg mogen, die kunnen wij binnenhouden.
En dat is heel vanzelfsprekend een hek. Dat is meestal wat hekken doen, maar... Er zijn ook wel eens hek... Ah, kijk, daar heb je de eerste al, hè. Daar heb je de eerste al. En hij laat niet. Geen idee wat hij laat, maar... Oh, het is ook al bijna 60, joh. Nou, oké. Okay. Laten wij dan maar heel even... Lekker iets bouwen vanmiddag. Ga ik lekker weer aan mijn huis. Ik vind het hartstikke leuk. Nou, huiszoeken vind ik op zich wel leuk. Het is wel leuk dat ik het graag heb, maar... Het is niet dat ik het er tegenaan zie. Alleen met wiskunde, maar... Ik denk niet dat dat echt een... mening is die veel mensen anders hebben. Sommigen, maar niet veel. Ik moet hier even een deur... Want met een deur kan je iets... Even aan beide kanten één deurtje. Nou goed. Wat willen wij hier? Wij willen eerst even iets unlocken, want anders hebben wij bijna niks. Laten we de voorman even unlocken. Waarom ga je nou helemaal via de kantine, man? Nou goed, kijk. Er zit er al... Oh, kijk, die wc die moet ook aangesloten worden. En die sluiten wij dan weer hierop aan. Zo. Goed, maar we moeten eerst wachten dat al die bouwvakkers het hek hebben gebouwd. Dat kan nog wel even duren. Nou goed, hè, die gevangenen die hebben toch bijna geen rechten, dus... Het is toch leuk dat je gewoon allemaal in een celletje kan proppen. Heerlijk. Goed, we hebben nu wat gevangenen. Dat betekent dat er ook meteen wat geld af zou gaan als we de rapporten kunnen bekijken. Nee, dat kunnen we niet. Ik bedoel financiën, maar die kunnen we nog niet bekijken, want we hebben geen accountant. Goed, we weten in ieder geval dat we geld maken. Daar komt het op. Oh, kijk, hier staat het ook al in. Gaan we uitgraven. We hebben geen negatieve cashflow. Dat is hartstikke mooi. Nou, laten we het ook maar hier afsluiten voor vandaag. Vond je het een leuke video? Laat me het dan zeker weten. Ik zie je graag weer bij de volgende video.